Hallo allemaal, dit is een haul over wat ik vandaag in de post heb gekregen. Zoals jullie zien is dit de doos die binnen is gekomen. En zijn er waarschijnlijk heel erg nieuwsgierig. Nee, het staat natuurlijk al gewoon in de naam, hè. Dus ik hoef het eigenlijk niet echt zo spannend te houden. Maar ik heb dus inderdaad vandaag de Skin Sonic binnen gekregen. Een tijdje geleden had ik via All That Glitters 21 gezien dat zij hem gebruikte. Ze had hem eigenlijk gratis gekregen van Sirius. Even kijken hoor. Dit is het voorplaatje. Sirius is eigenlijk de naam van degene die het product heeft gemaakt. Het product is dan de Skin Sonic. En Skin Sonic is een soort machientje waarmee je je huid kan reinigen. Had ik jullie al een keertje de Dermaceta laten zien. En die gebruik ik nu al een tijdje en die werkt best wel goed. Alleen hij is een beetje groot en de borstel is een beetje grof, vind ik. En hij draait rond en hij neemt daarmee ook mijn huid een beetje mee. De Skin Sonic is dus speciaal voor je huid ontwikkeld en er zitten er ook nog meerdere stukjes bij. Hier aan de zijkant staan alle stukjes uitgelegd. Opzetstukjes zijn dit, opzetkopjes. Ik zal ze opzetkopjes noemen, want ik weet anders niet zo goed hoe ik het noem. Hij kwam dus binnen in deze doos en ik heb hem 1 week en 2 dagen geleden besteld. Dus iets meer dan een week geleden. Via internet. Ik kon alleen maar betalen met een creditcard. Ik heb hem dus besteld naar aanraden van dat meisje van All That Glitters 21. En ik heb daarna ook gelijk alle reviews op internet bekeken. Allemaal in het Engels natuurlijk, want niemand in Nederland koopt zo'n ding. Ik weet niet waarom eigenlijk, maar ik ben blijkbaar de eerste. En daar heb ik gewoon, gewoon naar geluisterd. En al die reviews waren positief. Dus toen was ik eigenlijk wel nieuwsgierig. En wilde ik er ook wel een hebben. Hij kost... 50 euro, dus eigenlijk geloof ik iets van $45. Plus dan moet je nog verzendkosten betalen, dus ongeveer $65, $60. En dat is dus in euro's 50 euro, want de dollar is iets minder waard dan de euro. En dat valt wel mee, het lijkt heel veel, maar je hebt ook zoiets. En dat heet de Kleren Sonic. En dat is ook met zo'n kopje. En die heeft maar één zo'n kopje erop, zo'n opzetstukje. En, maar dat opzetstukje draait wel rond, zeg maar. Dus die heeft zeg maar het middelste gedeelte dat draait de ene kant op. En dan helemaal het binnenste draait de andere kant op. Dus dat reinigt wel heel goed. Maar iedereen zegt, ja, dit lijkt heel erg op en dit werkt ongeveer net zo goed. En dit is veel goedkoper alternatief, dus dit moet je kopen, bla bla bla. Je hebt er dus wel een creditcard voor nodig. Dus je moet even, of je hebt er zelf een, maar ik had er zelf geen een. En dan moet je even aan iemand anders vragen om de creditcard te lenen. Moet je ook de security code hebben. En dan gewoon het geld overmaken naar degene van wie je de creditcard hebt geleend. Nou goed, je opent dus de doos en er zit ook een groot stuk plastic bij met bubbeltjes. En dat zit allemaal om dat doosje heen. En in dat doosje zit een soort user guide, heet dat. En daarin staat zeg maar hoe je de clear, zo zijn wij de Clear Sonic, dat is niet de bedoeling denk ik. En daarin staat hoe je de Skin Sonic kan gebruiken. Moet ik hem wel open zien te krijgen. Er staan plaatjes in van wat er allemaal in zit. En er staan in waar je voor op moet letten en zo. En hoe je zeg maar de batterij er opnieuw in doet. Hij werkt dus op batterijen. Dat is wel handig, want je kan hem gewoon onder de douche gebruiken. Oké, dan gaan we nu naar het apparaatje zelf. Oh wacht, ik moet nog 1 ding vertellen. Ik krijg er ook reclame bij. Daar heb ik al heel erg hekel aan altijd. Maar goed, ik weet al dat dit ding voor geen meter werkt. Als jullie andere ervaringen hebben, laat me alsjeblieft weten. Want ik geloof gewoon er niet in. Ik geloof gewoon niet dat licht je huid kan veranderen. Maar goed. Nou, dit is dus ook een user guide. Die ga ik dan dus ophangen aan dit plakbandje in mijn kamer, of in mijn badkamer. En hierop staat hoe lang je per gedeelte van je gezicht het borsteltje eroverheen moet laten gaan. Oké. Op naar het borsteltje zelf. Dit is hem dus. Er zit een houder bij. Dat is wel heel erg handig. Die kan je gewoon op je wastafel zetten. En dit is hem dus. Hij is ongeveer even lang als mijn hand. Ik zal hem neerleggen. Dan kan je het goed zien. Hij is ongeveer even lang als mijn hand. Het borsteltje, daar kan ik mijn vingers omheen doen. Dus die is niet zo groot. Dan weten jullie dat vast. Dit is degene met het zachte opzetstukje. En dit is dus voor de gevoelige huid. Het borsteltje. Nou, daarnaast heb je nog meer borsteltjes. Of is er nog een borsteltje? Dit is het harde opzetborsteltje, dus eigenlijk de normale. Even kijken. Verder heb je ook nog 2 van zulke soort sponsjes. Hier kan je crème bijvoorbeeld op doen. Dan heb je bijvoorbeeld zo'n soort crème van Essence. Die doe je erop en dan buffert hij zeg maar. Zet je hem erop zeg maar. Ik zal het even laten zien. En als je hem dan zo meteen aandoet, dan buffert hij zeg maar
Dat trilt heel erg. Dan trilt hij zeg maar de crème goed in je huid. Zo, op die manier kan je hem gebruiken. Wat wel heel handig is om te weten, dat deze dus niet roteert, deze borsteltjes. Bij de Clearasonic is dat denk ik het verschil. Daar draaien de borsteltjes. Dus dit zwarte randje zou dan die kant op draaien en dan het middelste zou die kant op draaien. Buiten draait niet, zodat er geen water uitspuit. Maar bij deze niet. Deze trilt alleen maar. Dus deze... ik zal het laten zien. Hij staat nu dus aan. Het enige wat hij doet is trillen. De borsteltjes bewegen niet. Dus dat is misschien wel heel handig om te weten. Dus dat is waarschijnlijk ook de reden waarom er een prijsverschil is. Maar hij schijnt wel heel erg goed te werken. Ik weet niet of hij goed werkt. Ik ga hem de aankomende maand uitproberen en kijken of mijn acne minder wordt. Want op dit moment heb ik erg last van acne. Zoals jullie weten. Het andere borsteltje van de Dermaceta, die heeft al redelijk geholpen. Ik heb al minder last van. Maar als het goed is, werkt deze heel erg goed. En ik ga hem gewoon elke avond en ook ochtend bij het douchen ga ik hem gebruiken. En dan laat ik jullie over een maand weten of mijn huid verbeterd is hierdoor. En of ik het jullie ook aanraad. In ieder geval wijzen jullie hoe je hem kan verkrijgen. Als je al weet dat je hem echt heel graag wilt, dan kan je gewoon naar de site gaan. De site zal ik onder dit filmpje zetten. Zodat je kan bekijken. En ik heb nog één ding vergeten te vertellen. Er zit ook een massage dingetje opzetstukje bij. Maar die ga ik zelf niet gebruiken, want ik heb al geprobeerd. Maar ik vind hem best wel naar voor op je hoofdhuid en op je gezichtshuid. Ja. Dus ja, dan moeten jullie maar zelf weten wat jullie daarvan vinden. Maar ik vind hem niet zo prettig. Zoals jullie weten hou ik daar niets van. Vooral als het wat harder is. Deze is in ieder geval wel glad. Die van Dermaceta, die is echt... Die blijft helemaal hangen. Dit is wel een glad spul. Dus dat is eigenlijk mijn mening tot nu toe. En ik ben heel erg blij dat ik hem binnen heb gekregen zo snel. Dat het allemaal goed is gegaan. Want op internet had ik ook reviews gelezen dat ze echt na 2 maanden nog niet binnen hadden gekregen. En dat er iets niet klopte, dat ze een boze brief hadden gestuurd en alles. Nou, bij mij was dat dus niet het geval. Ik ben er heel erg blij mee. En ik laat jullie weten hoe mijn huid verandert. En of die wel of niet verandert. Misschien verandert die wat dan niet. Was helemaal nutteloos. Maar dan horen jullie het in ieder geval. Oké, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.